Alright. Nou, voordat we gaan beginnen, je ziet dat ik twee kleine gewichtjes van elke kilo in mijn hand heb. Ik zal straks uitleggen waarom ik die heb, maar weet, ze zijn optioneel. Je hebt ze niet nodig. Als je ze hebt, is het heel relaxed. Ze zijn heel handig voor sommige trainingsdoeleinden. Maar je hebt ze niet nodig om dit gewoon te kunnen doen. We gaan vandaag simpelweg een linkse en een rechtse directe uitleggen. Twee basisstoten in het boksen en kickboksen. Als je linkshandig bent, is het precies andersom. Dan is het een rechtse en een linkse directe. Maar de meeste mensen zijn rechtshandig, dus dit filmpje doen we gewoon linkse en rechtse directe. Nou, wat je wil gaan doen? Er zijn een paar dingen waar je technisch gezien op moet letten. Een linkse directe, dat ziet er zo uit. Heel simpel. Je stapt uit en je strikt de linkerhand naar voren. Maar er zijn wel een paar dingetjes waar ik een beetje op let. Wat ik namelijk doe, ik zet niet even een stapje naar voren. Ik zet mezelf af vanaf mijn rechtervoet. Ik duw mezelf vanaf de grond een beetje naar voren. En daardoor ontstaat deze beweging. Als ik dat doe, dan wil mijn lichaam eigenlijk naar binnen draaien. En daar ontstaat kracht uit voor die jab. En dat is die kracht die vanaf de grond komt. Alleen, mijn lichaam wil dan eigenlijk deze beweging maken. En daarom wil je erop letten dat je tenen naar voren blijven wijzen op het moment dat jij die jab gooit. En als je dat niet op let, dan ga je een stuk meer zo staan. En dan staan je heupen nou helemaal daarheen gewezen in plaats van naar je doelwit. En dan wordt alles wat je nou met de rechter achteraan wil doen, ja, lukt een stuk minder goed. Omdat je gewoon niet de juiste houding hebt. Dus als jij een linkje directe gooit, zorg ervoor dat je tenen naar voren blijven wijzen. Zodat je nog steeds die alignment naar je doelwit hebt. Dat die niet daarheen gaat. Voor de rest, je houdt je rechterhand altijd bij je gezicht. Eén van de twee handen is altijd bij je gezicht. Hou je dekking hoog. En simpelweg, strek je linkerarm naar je doelwit toe. Heel makkelijk. Zorg ervoor dat je goed draait. Ik begin zo, mijn hand eindigt zo. Deze draai, mijn hand zal nooit zo naar mijn doelwit komen. Dan voor de rest direct erachteraan. Dan ga je je lichaam eigenlijk indraaien. Dus wat je vanaf hier wilt doen, ik draai mijn hele rechterzijde van mijn lichaam naar binnen. Ik trek mijn linkerarm terug. En van de rechterpositie draai mijn hele lichaam zo deze stoot in. Mijn linkerhand is ook bij mijn kin, handen altijd hoog. En de kracht van zo'n rechterdirecte komt echt uit het feit dat jij met je lichaam draait. Het heeft niks met je armen te maken. En er zijn een paar mentale trucjes om ervoor te zorgen dat je goed indraait. De veel meest gebruikte is wel dat je je voorstelt dat je met je rechtervoet een sigaret uitdrukt. Dus dat is misschien wel wat ik bedoel als ik het voordoe. Ik gooi een linkse directe en dan de rechter directe. Ik druk de sigaret uit en daardoor krijg ik een goede houding van mijn rechter directe. Dat is een goede. Een andere is om gewoon te focussen op dat je met je heup indraait. Dat doe ik zelf. Dus na mijn linkse directe draai ik deze heup er goed in. En daardoor krijg je een rechter directe. Whatever jij wilt doen, zorg ervoor dat je dat lichaam goed indraait. Dat draaien is waar stootkracht vandaan komt. Dat heeft helemaal niks met hoe groot je armen zijn te maken. Als je dat eenmaal hebt gedaan, zorg dat je weer goed in balans bent. Dus dat gaat niet. Wat je heel vaak bij een rechter directe ziet, is dat mensen gaan leunen omdat ze kracht willen geven aan het rechter. Ze slingeren een beetje het lichaam erin. En dan zie je heel vaak dat de grond een beetje van de grond komt, of dat de voet een beetje van de grond komt. Of dat ze in ieder geval veel te ver zo gaan staan. En daarom zijn deze gewichtjes zo handig. Want als jij naar voren leunt bij zo'n rechter directe, ben je uit balans. En er zijn heel veel redenen binnen vechtsport waarom je dat vooral niet wil hebben. Ik zal ze niet allemaal gaan uitleggen, maar het gaat erom, je wil in balans blijven. En deze gewichtjes laten het jou heel erg merken als jij aan het schouderboksen bent, wanneer je niet in balans bent. Want je handen zijn opeens allebei een kilo zwaarder. Dus elke fout in balans die jij maakt, weegt een kilo meer. En dat ga je echt voelen. Dus je voelt gewoon wanneer je het wel of niet goed doet. Daar zijn die gewichtjes heel erg goed voor. Sommige mensen zeggen ook dat je er sneller van stelt. Vind ik discutabel, ik snap waar het vandaan komt, maar ik vind dat het effect voor de balans vooral heel erg groot is. En als je het gewoon met workout wil doen, dan maakt het ook net natuurlijk wat zwaarder als workout op zich. Dan nog een keertje langzaam, doe rustig mee als je wil. Links direct, je stopt uit, tenen laten voren blijven wijzen. Je strekt je arm, rechts direct erachteraan, je draait je sigaret uit, je duwt je heup erin, whatever je doet. Je draait je lichaam in die stelt, je maakt hem lang, daarna haal je hem weer terug. Dus links rechts. En terug. Links rechts. En terug. Links rechts. En terug. Nog een keertje. Links. Stop uit. Tenen wijzen van voren. Schouder bij mijn kin. Andere hand bij mijn kin. Arm is goed gestrekt. Dan rechts direct. Ik draai mijn lichaam in. Ik maak mijn stoot lang. Hup. En dan haal ik weer terug. Nou. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En ik hoop dat jullie het zelf kunnen toepassen in je schouderboksroutine.
heel veel succes gewenst de komende tijd in deze quarantaine. Ik hoop dat je fit en gezond blijft. En ik zie jullie allemaal hopelijk snel weer thuis. Dankjewel. Ja.